Mijn ouders namen me altijd mee naar het strand. Volgens mij al vanaf baby's af aan. Dus misschien was er een innerlijke roeping dat ik weer terug moest naar dit gebied. Ik woon hier nu 7 jaar en dit is waanzinnig. Het doet zoveel met je mind en je innerlijke rust om je hier te begeven, gewoon rond te lopen. En het is fijn om die innerlijke rust te hebben als je altijd maar in de reuring bent als muzikant. Mijn vader is muzikant, een bassist, dus er was altijd muziek thuis. En ook veel samengespeeld, van jongs af aan. Dus dat was voor mij al heel natuurlijk en duidelijk dat ik dat ook wilde doen, muziek maken. Dat moment toen ik Elvin Jones hoorde van I Love Supreme, John Coltrane. Dat is het moment geweest dat ik ook wilde drummen. Ik begreep er helemaal niks van, maar ik was tot de energie was ik helemaal begeisterd, zeg maar. Drummers als Tony Williams, Roy Haynes hebben me erg geïnspireerd. Amir Thompson is een van mijn voorbeelden ook. En als je het dan hebt over hoe ze je beïnvloeden, is dat ik probeer te luisteren naar de plaat. Dus überhaupt als ik naar een plaat luister, probeer ik er ook even bij te blijven. Dus minstens een jaar naar een plaat luisteren, naar één plaat. En dan de solo's mee kunnen zingen. Je weet de drumpartijen. Je kan het visualiseren over een bepaalde klankkleur die je in je hoofd hebt. En die probeer je dan eigenlijk te vertalen naar je handen. Dat is het moeilijkste, dat is ook een technisch aspect. Maar voornamelijk sound, een bepaalde klank, dat je dat hoort eigenlijk. Hoe je omgaat met akoestiek. In elke ruimte klinkt een akoestisch instrument weer anders. En hoe speel je naar de ruimte, dat vind ik interessant. Daar hou ik van. Ik heb het geluk dat ik in veel verschillende groepen speel en dat ik als sideman gevraagd word om mee te doen aan eigen projecten, aan original music, aan mensen die zelf muziek schrijven. Ik support dat heel erg als mensen voor een eigen idee gaan, muzikaal idee of een eigen visie hebben. Dat vind ik gaaf om dat avontuur aan te gaan, zeg maar. En nu is het ook tijd voor mijn eigen project en dat ik zelf iets ga beginnen, basically. Ja, dat is spannend. Ik weet niet of het planmatig is geweest. Ik denk dat ik eigenlijk heb bereikt wat ik wil bereiken in de zin van dat ik succesvol ben in wat ik nu doe. Dus dat ik kan leven van de muziek en dat ik mooie concerten hopelijk mag geven. Dat is ook het mooiste gevoel eigenlijk, het spelen zelf. Als je iemand hebt geraakt in het publiek, ik denk dat ik me dan op mijn gelukkigst voel. Thank you.